ben Thomas. Ik ben een muzikant uit Brussel. Ik ben zanger en gitarist van de groep Rumpel Stitchkin. En heb daarnaast ook nog een paar andere muzikale projecten, zoals Tommy Gun. Alhoewel ik twijfel over die naam. Ik heb daarnaast ook nog muziek gemaakt voor theatervoorstellingen en voor televisie ook. Eigenlijk is muziek hetgeen waar ik mijn dagen mee voel. Bronnen van inspiratie, ja. Gewoon wandelen door de stad is eigenlijk schoon. Je moet eigenlijk hier zo leeg mogelijk zijn, dus niet met iets concreet bezig zijn en dan begin ik eigenlijk te componeren. Ik wou eigenlijk meer tijd en meer energie nog in de groep steken. Wat dat voor de andere groepsleden eigenlijk niet mogelijk was. We hebben daar al heel lang over gedaan om tot dat besluit te komen dan. En dus aangezien ik vrij veel nummers schrijf, doe ik dit gewoon. Rond met het idee om plaat te laten produceren door Paul Jenkins van Black Heart Possession. Een jaar geleden heb ik mijn demo opgestuurd naar hem. Maanden later, als ik al dacht dat ik nooit antwoord zou krijgen, heb ik dan antwoord gekregen van Paul dat hij eigenlijk de plaat wou produceren. Dan ben ik in september naar San Diego gegaan. Dat hij opende net zijn nieuwe studio. En om eens te gaan kijken wat dat er, en of dat, dat zou klikken tussen ons. Of dat ik goesting had om daar met hem aan de plaat te werken. Ondertussen ben ik al eens geweest, dus in december heb ik de basis tracks opgenomen. Ja, en het valt dus echt enorm mee. Het klikt ook tussen ons muzikaal, zoals dat buiten. Thomas comes to San Diego, steals all our women. I know. He steals some more last night. Yeah, he's getting phone numbers every time he comes out on the show.